duidelijk een onderwerp wat aanspreekt. De mensen zijn lekker met elkaar aan het werk, dus ik ben tot nu toe heel enthousiast. Ik laat me ook verrassen, dus ja, heel leuk. Nou ja, dat gewoon veel meer inspraak is vanuit de mensen. Je wordt ook aangezet tot nadenken. De opzet vind ik heel bijzonder. En ja, dat klinkt heel goed. Mijn naam is John Metz, ik mag vandaag de dagvoorzitter zijn, een aantal van u kennen mij al. En ik heb al heel lang hobby in de openbare verlichting en in de verlichting in de algemene zin. In de video wordt door een aantal vertegenwoordigers van overheid en bedrijfsleven een beeld geschetst van datgene dat zij vanuit de missie en de vernieuwde functie van de NSVV verwachten. We willen jou eigenlijk eens in het zonnetje zetten voor de vele verdiensten die je in de loop van een groot aantal jaren voor de NSVV hebt gehad. En nog steeds hebt. Ja, ik ben er bijzonder blij mee voor die waardering vanuit de NSVV en ik hoop dat nog diverse jaren te kunnen blijven doen. Hartelijk dank. Was het een verrassing? Het was een hele grote verrassing. Ja, volledig onverwachts en maar wel, het voelt ook heel eervol om het gekregen te hebben. Ja, het is al een heel uiteenlopend, gevarieerd programma geweest. En je wordt ook aangezet tot nadenken en soms wat filosoferen ook. Dat vind ik wel heel boeiend. Nou, hartstikke leuk. En, bijeenkomen van mensen uit de markt is altijd leuk om de laatste ontwikkelingen te volgen. En blij dat de NSVV dat platform biedt. Ik denk dit is ook een moment waarin de wereld zich ziet. Waarin de wereld elkaar treffen, met name dan de Nederlandse wereld. De OVL-wereld. Ja, voornamelijk de OVL-wereld. En waarin je eigenlijk probeert om meer te netwerken en met een aantal thema's met elkaar in gesprek te gaan. Ik ben heel erg blij met de prominente rol die het IGOV krijgt in dit Nationaal Lichtcongres. Want we mogen een hele sessie vullen over een onderwerp wat ons heel erg na is. En dat gaat over de kwaliteit van die openbare verlichting. En daar vinden we de NSVV en de IGOV elkaar steeds beter. Het belangrijkste in onze business is dat het licht moet blijven branden. Wanneer? Dat is een discussie op zich. Maar techniek moet blijven functioneren. Hoe kunnen we samenwerken aan effectieve storings- en schadeherstel? Met daarin in het achterhoofd, het licht moet blijven branden. Het licht wordt volgens mij steeds belangrijker in het ontwerp. Ik zie een aantal jaar geleden werd licht op het laatst van een ontwerptraject werd er gedacht van oh shit, er moet nog licht in. Bestel een paar inlegbakken en leg ze erin. Nu zie je dat het licht serieuzer genomen wordt. En dat komt ook door die kennis op het gebied van licht en de mens. Het lijkt wel dat er grote verschillen zijn tussen wat de gemeente aan lichtbehoeften zien en Rijkswaterstaat. De gemeente heeft veel meer te maken met de klachten van de burger en op de juiste manier afhandelen. Terwijl Rijkswaterstaat eigenlijk meer zit op gewoon een installatie die nooit faalt. Dus dat is een groot verschil. Oké, en wat verwacht je van de middag? Tot we uiteindelijk een soort weg vinden om de latente wensen van de burger goed te vertalen naar onze technische installatie. Als je interviews gaat doen met mensen, dan krijg je een heel breed scala van opmerkingen waar je eigenlijk niet zoveel mee kan. Je zou eigenlijk objectief moeten kunnen waarnemen of een lichtoplossing voldoet of niet. En daar zou aan gewerkt worden. Het is heel goed verzorgd, denk ik. En wat ik zo gezien heb, hebben we rondgelopen naar de commissies toe, links rechts, die overal bezig zijn. We worden wel inhoudelijk hele goede discussies gevoerd. Dus ik ben benieuwd wat eruit komt straks. De opzet vind ik heel bijzonder. En dat klinkt heel goed. En dat hoort wel bij de nieuwe plannen en ontwikkelingen van mij. Complimenten.
uitermate bevlogen mensen. Duidelijk een onderwerp wat aanspreekt. Ook de setting is erg leuk. Door die setting van de samenspel van de verschillende partijen, de verschillende actoren in de keten, zie je ook heel duidelijk dat je vaak de belangen van de ene partij en de andere partij met elkaar uitwisselt. Nou, dat op zich is een goed begin. Wij moeten de tweede helft, dus na de pauze, nog flink aan de bak om met een paar goede dingen terug te komen. Even nu bij Rob van Beek, die is voorzitter van het R&D-team Indoor. En we willen graag even van je horen, Rob, hoe het tot nu toe is gegaan met jouw R&D-team. Leuk, verrassend. Ik bedoel, het is eigenlijk de eerste keer dat we met deze groep zo bij elkaar zijn. We zijn het erg met elkaar eens. En vinden heel erg dat de NSVV meer moet gaan doen op Indoor-gebied. Maar het is heel erg verkennend. Ja, dit gaat jaren duren. We moeten een visie ontwikkelen en dat kost tijd. De outdoor mensen hebben 2030 als target. Daar sluiten wij ons mee aan. Dus we gaan 17 jaar door en dan moeten we het hebben. Samen is, die bereid is om na te denken over verschillende thema's in combinatie met de mensen hier. Dus ik laat me ook verrassen, dus heel leuk. Nou ja, dat gewoon veel meer inspraak is vanuit de mensen. Het is meer, zeg maar, twee kanten op. En in het verleden had je vaak, het is een zaal waar mensen zaten en er werd dan een lezing gehouden door iemand die het allemaal heel goed wist. En dan ging de zaal weer weg en dacht daarover na en deed er iets mee of niet. En nu ben je veel meer betrokken en ik vind dat heel belangrijk. Ik denk ook dat dat voor de NSVV ook de toekomst is, hoe we verder moeten. Enthousiast. Lekkere korte flitsende programma. Mensen zijn lekker met elkaar aan het werk. Dus ik ben tot nu toe heel enthousiast. Ik denk dat ons doel lekker een bereik is. Slag gegaan met het vraagstuk: hoe kunnen we samenwerken aan effectieve storings- en schadeherstel? Mijn oproep aan het bestuur, aan de NSVV, om met deze uitkomsten ook iets te gaan doen. De conclusie was: bied de markt een gelijkwaardige vervanger voor de gloeilamp. En daar waren het heel snel over eens. Kleurweergave, kleurtemperatuur, niet terug te vinden in elke lichtbron die op dit moment gepresenteerd wordt en op de markt aanwezig is. En zeer zeker in de vorm die Rob in zijn monumentale pand terug zou willen vinden. Het antwoord was dan ook heel snel nee. Nou, ik vind het heel divers. De verschillende thema's op het gebied van verlichting die komen ter sprake. Ik ben meegegaan naar de R&D Outdoor om de discussie mee te nemen. En het is heel goed om te zien dat er heel veel gaande is. En dat ze echt een beetje zoek kunnen zijn van ja, maar wat zijn nou onze kernvragen en wat is nou eigenlijk het probleem? En dan wil ik graag de sprekers naar voren vragen. Want daar hebben wij volgens mij een mooie vorm om te bedanken voor deze prachtige vereniging.